Robin, je bent niet veranderd. Oh, dankjewel. Is het 2001 of is het 2021? Nou, het voelt wel als 2021. Terug naar de oorsprong, terug naar AIDA. Dankzij het AIDA Reunieconcert op 21 oktober in Utrecht. We halen warme herinneringen op met de cast van toen. Je kwam binnen in de musicalwereld met een boyband erfenis. Ja. Hoe was dat? Werd je getolereerd? Nou, ik denk wel dat er wat kritische ogen waren, ja. Ja, ik kwam uit een pophoek en Disney zocht een popzanger, want het is Elton John muziek. Tuurlijk. En nu is die wereld van pop en musical al veel meer versmolten. Maar toen was het Phantom of the Opera, Les Miserables, Cats. Dat waren geen popzangers. Ik zat in There's No Business Like Show Business. En daar was een collega, Caroline Kanters. En die had AIDA gezien in New York. En zij zei, Antje, er is een show in een van die vele busreizen die je dan maakt door het land. Als je toert. Ik heb een productie gezien. Daar zit een prinses in. En dat ben jij. Qua looks, qua type, qua stem. Je moet echt auditie doen. Dus toen ben ik gaan bellen naar... Joop van den Theaterproductie heette toen nog. Ik wil me opgeven voor de auditie van Amneris. En ik weet nog zo goed dat die vrouw zei, ja maar wie ben jij? Antje. Ja, dat kan niet. Je moet je gewoon voor een algemene ronde opgeven. Toen dacht ik, oké. Ik werd gecast door Job Goschalk, die ik toen goed kende. En die zei... Is dat niks voor jou? Nou, ik weet nog heel goed dat Job Goschalk tegen mij zei, toen ik de rol had gekregen. Ja. Hij vertelde mij dat na afloop van de Final Editions, Robert Falls, de grote Disney-regisseur, had gezegd, Amneris is going to be Antje. En Joop had een soort van paniek, want hij dacht, maar niemand weet wie die vrouw is. Zo. Dus die probeerde nog een beetje tegen te sputten. En die zei, ja, maar spreekt ze dan wel goed ABN Nederlands? En toen is hij met een koptelefoon met Martine Bijl terug gaan luisteren naar de auditie. Maar ja, die was gelukkig goed, mijn ABN. Alsof je dat dan niet zou kunnen aanleren. Maar goed. En toen had hij niks meer in te brengen. En ik wil niet zeggen dat Joop me niet wilde. Maar commercieel gezien begrijp ik natuurlijk heel goed. Want AIDA was ook al niet bekend. Bas was niet bekend. Dus ja, spannend. Je moet toch die kaarten verkopen. Mm-hmm. Maar Disney was de baas. En dat is wel mijn geluk geweest. Want Robert Falls zei gewoon... Antje wordt onze Amneris. 20 jaar geleden was het zo dat als we weer eens een keer naar AIDA gingen... we gemotiveerd voor de donderdagavond kozen. Kun je je voorstellen... Volgens mij was het donderdag, was dat niet mijn avond toevallig? Ja. Ja, ik weet het nog. Ik weet ook, jullie zaten altijd, je had altijd je vaste plekjes vooraan. Ik werd altijd getagd, zo van ingecheckt, ze zijn er, Facebook, dan weet je, oké. Okay, doe je best. Doe je best. Like, pressure. Nee, ik vond het altijd heel leuk. Jullie waren altijd super supportive en helemaal te gek. Ja, als debutant, was je een trillend blaadje of was je een en al bravoer? Nou ja, een beetje van beide eigenlijk. Ja, ja, ik was natuurlijk, kom net van school en denk je dat je alles weet en dat je alles kan. Dus ik had wel een beetje bravoer tijdens de repetities. Dat ik dacht van, ach, ik kan het allemaal. Ja. Ja. Maar toen de eerste voorstelling was en ik echt voor publiek moest staan, toen was het wel even van, wow, ja, dit is even anders dan als je in de aula staat voor je school. Ik denk dat het een gezonde combinatie van beide was. Ik denk dat als je zo jong bent, ik was 21 toen, je weet niet beter. Snap je wel? Dus je bent een soort van fearless, maar ook doodsbang, maar toch doe je het. En dat was denk ik een beetje AIDA voor ons allemaal, wat de intent van de show eigenlijk was. We waren allemaal een beetje bang. Dit was voor velen de eerste show, de allereerste show, maar we deden het. Ja. En we gingen er gewoon vol voor en dat maakt denk ik wat, nou je hoort het lawaai. Ja. Dat maakt wat AIDA zo bijzonder maakt. Ons bravoer, gewoon ons gaan, het lef, de passie ervoor. Ik was wel onder de indruk. Ik vond het heel bijzonder. Ik keek altijd wel heel erg op tegen de grote musical sterren toen. De Hank Poort en Pia en Stanley. En ik dacht van ja, maar die kunnen wel iets wat ik helemaal niet kan. Is overigens nog steeds zo, maar... Nee, maar dus dat vond ik wel... Het is een heel iets anders dan een poppodium. En met Courtney Act heb ik natuurlijk alle podia gestaan. Zo'n beetje in Duitsland en in Azië. En nou ja, noem allemaal maar op. Maar dit is toch weer wat anders. Het lijkt me ook een opgave om ineens zo'n rijk geschakeerd karakter te moeten spelen. Ja. Je begint komisch, dom. Je bent het komische nummer, zeg maar. Ja. En je maakt een ontwikkeling door. Je wordt ineens een wijze vrouw. Ja, nee, klopt. Ik vond sowieso in het begin heel erg moeilijk om die comedy te zoeken.
Nooit gedaan natuurlijk. Daar heeft Martine Bijl, lieve Martine Bijl, mij mee geholpen. Nou, op een perfecte manier, want ik heb alleen maar goede recensies natuurlijk gekregen, dus dat lukte. En toen moest ik een stukje verder in de show, moest ik overtuigd, mijn vader overtuigen, het hof overtuigen van we gaan het doen zoals ik het wil. En toen heb ik van Keith Batten, de Amerikaanse regisseur, en, die zei tegen mij, je moet een film gaan huren van Elizabeth. Daarin is er ook een scène, die vrouw helemaal zo wit gesminkt is, dat ze opstaat en zegt, ik neem de troon over. En dan moeten ze die mannen aan het hof overtuigen. Kijk naar die scène, want dat is wat ik bedoel. Dat is wat je moet voelen. En dat heb ik meteen gedaan. Zo'n dikke videoband natuurlijk nog gehuurd bij de videotheek. Ik ben gaan kijken, ja. En ik dacht, en toen lukte het. En toen kreeg ik bij de première van hem die videoband als cadeau, als toitoitje wat je elkaar geeft. En toen zei hij, it's the most beautiful judgment hall we've ever had. Want die scène heette de judgment hall. En die heb ik nog steeds. Een supermooi cadeau van Keith Batten. Maar ja, dat zijn hele mooie verhalen. Maar ja, dat was moeilijk. Maar ja, als je de juiste tools krijgt als acteur, dan lukt het blijkbaar. Je kwam binnen in de musicalwereld met een boyband erfenis. Ja. Hoe was dat? Werd je getolereerd? Nou, ik denk wel dat er wat kritische ogen waren, ja. Ja, ik kwam uit een pophoek. En Disney zocht een popzanger, want het is Elton John muziek. Tuurlijk. En nu is die wereld van pop en musical al veel meer versmolten. Maar toen was het Phantom of the Opera, Les Miserables, Cats. Dat waren geen popzangers. Je was niet in de gelegenheid om heel rustig je debuut te maken. Nee. Dat werd door Ivo Nieuwe als een soort reality show avant la lettre helemaal gevolgd. Ja. Jij met Leona en Shaira. Leona en Shaira, ja. In New York, wat was het? Ja, wij werden 3 maanden gevolgd naar de grote auditie toe op 42nd Street of Broadway. Wij waren eigenlijk, en niet eigenlijk, we waren de eerste op zoek naar. Ja. Dus wij waren de oorsprong van op zoek naar. En het gerucht gaat dat de op zoek naar reeks uiteindelijk, die dan weer komt uit Engeland, is gebaseerd op ons concept. En we werden elke dag gevolgd door camera's, zanglessen, acteerlessen, spraakles, onze PR-dingen, de repetities uiteindelijk en dan die auditie op Broadway. En dat was bizar. Ik kan ook niet aan mensen uitleggen hoe die fase, hoe dat was. Dat weten alleen die andere 2 meiden. Dat is heel bijzonder. Daardoor zijn wij ook echt altijd met z'n 3 verbonden door alleen al die periode. Ja. En voel je eigenlijk op je gemak met al die camera's? Want zelfs het moment van de keuze was op camera, dat huilende moment. Oh, dat heb ik echt 800. Een first bijna op televisie. En ik weet nog dat mensen daar ook een beetje schande van spraken. Ja. Dat ze vonden dat het niet kon om ons zo onder die druk te zetten. Maar ik denk dat wij weer gewoon zijn gegaan. Dat we het gewoon hebben gedaan, verstand op nul. Omdat dit zo'n kans was. Ja. Ik was een meisje van 21, ik woonde in Veendam. Ik had nog nooit zo'n grote show gedaan. En nu was er gewoon de mogelijkheid om Aida te spelen. In een hoofdrol in een show van Joop van den Ende. Dus van een stralend debuut wordt het routine. Hoe is je dat bevallen? 6-7 keer in de week, je hoort dat vaak, dat een grind is. Ja, bij Aida totaal geen last van gehad. Nee. Nee. En dat is misschien ook omdat het mijn eerste show was, dat alles nieuw was. En dat je natuurlijk alles wil spelen. Maar je mocht zoveel verschillende dingen doen, zoveel dingen laten zien, dat ik daar echt nog nooit. Nee, ik heb me nog nooit verveeld bij die show. Ja, ik deed het natuurlijk 7 keer in de week. 7 keer? Ja, en het laatste jaar denk ik veel minder, 5 of zo. Ik vind nog steeds het niet moeilijk om avond en avond zeg maar dezelfde rol te spelen. Want dat is wat je bedoelt, of dezelfde liedjes te zingen. Omdat je neemt altijd jezelf mee. Je bent niet elke dag dezelfde persoon. Dus, en ik ben me er heel erg van bewust dat er elke avond weer andere mensen in de zaal zitten. Die moet ik ook voor me winnen. Hè? Dus dat is elke keer weer een nieuwe uitdaging. Dat vind ik geen probleem. Het is wel soms heel zwaar. Hè? Hoe houd ik mijn stem goed? Hoe blijf ik fysiek goed? Ik was alleenstaande moeder van Romy. Was heel zwaar. En die moest toch s'morgens vroeg, elke ochtend vroeg naar school. En ik kreeg het gevoel van erbij. Dat ging ik presenteren bij de KRO. Ja. Super succesvol. 1,4 miljoen kijkers elke vrijdagavond. Een aantal jaren lang. Maar je moet het maar wel doen. En dat is wat ik meer een uitdaging vond. Van hoe blijf ik. Ik heb wel een aantal stembanden problemen gehad. Of problemen, maar gewoon oververmoeide stembanden. Ja, dan moet je toch een week rust nemen. En dat is nog wel wat ik me kan herinneren. Dat ik dat de grootste uitdaging vond. Ja. En ik kan me herinneren. Jij ging voor mijn doen vrij vroeg alweer weg.
Na een jaar. Ja, ik moest weg van Ome Joop, hè, want... Moest weg? Ja, ja. Nee. Want? Gekke werk, nee. Nou ja, Joop wilde heel graag dat ik Drie Musketiers ging doen. Ah. En toen zei ik, nou Joop, ik weet het niet. Ik weet niet of ik nou wel musicals wil doen. Ik zit meer in de pophoek. Toen zei ik, ik wil heel graag dat jij het gaat doen, jongen. En we gaan het allemaal doen. En dat, maak je maar geen zorgen. Nou ja, dus zo is het gegaan. Ja. Dus toen moest ik weg bij AIDA om te beginnen met Drie Musketiers. Ja. Daarna heb ik je eigenlijk niet meer in musical teruggezien. Nee. Hoe dat zo? Nou, dat kwam door privéredenen eigenlijk. Bij Drie Musketiers is er heel veel gebeurd. Ik ben verliefd geworden. 2 jaar later ging mijn broer dood. Ik kreeg heel veel kinderen. Er gebeurden heel veel dingen in mijn privéleven waar ik heel ingewikkeld vond. Dus, dan begin je 8 keer in de week te voelen? Nou ja, dat is onmogelijk dan. Dat is onmogelijk. Als je 6-7 keer in de week speelt, heb je geen privéleven. Nee. En toen wilden ze ook echt alleen maar hoofdrollen die de fulltime speelden. Dat was toen de standaard. Ik heb dat altijd raar gevonden. Dus nu speel ik Zodiac in Breda en dan speel ik 3 om 4. Kijk, dan kan je nog een leven hebben. Voor vele wat rijpere musical fans is AIDA ook hun debuut. Hè? Ze hebben daar musical ontdekt. Heb jij dat zien gebeuren daar vanaf dat Egyptische podium? Dat mensen fans werden op slag door jullie stuk? Oh ja, als mensen in het publiek. Ja. Ik bedoel, ja. En echt, ik had nog nooit zoveel fans. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit zoveel fans gehad als toen bij AIDA, want het was echt een hit. En ook omdat er misschien nog niet zo heel veel musicals waren op dat moment, of dat het echt nog nieuw was, weet je wel. Was het heel populair. We hoefden de bus maar uit te stappen van Amsterdam. En er stonden echt al mensen klaar om op de foto te gaan of wat dan ook. Dus ja, dat was echt ook iets nieuws voor wat mij. Wat ik vooral heb gezien is dat AIDA een enorme bijzondere plek bij al die mensen in hun hart heeft. En dat is ook de reden waarom het denk ik ook binnen 2 jaar uitverkocht was. En, je bedoelt het concertanten? Ja, en dat er altijd nu ook nog jonge kinderen die musical nooit gezien hebben. Maar dan hebben de ouders hebben nog een cd. Dat was vroeger zo. Ja. En die zit dan in een auto waar nog een cd-speler in zit. En dat heeft een hele bijzondere plek voor heel veel mensen. En nu heb je gewoon een naam in de entertainmentindustrie. Ja. En dan, terwijl je die naam hebt, zeg je links en rechts, ik ben met musical pensioen. Ja, ik had nog nooit eerder van dat woord gehoord. Nee, nou, ik ga het denk ik trademarken. Ik ga het denk ik aanvragen. Nee, ja, mijn musical. Kijk, weet je wat het ding is met musical pensioen? Je kunt uit je pensioen ook terugkomen, hè? Ja. Maar ik moest voor mezelf wel even duidelijk zeggen van, ik ga voorlopig even geen grote shows doen, omdat ik heel graag zelf ook dingen wil maken en in eigen dingen wil staan. Dus ja. Er wordt geklonken. Dankjewel. Tot 21 oktober. Gooi haar in de rivier!